Oh, kijk wat ik hier heb. De Pokémon Scarlet & Violet Elite Trainer Box. Deze komt pas op 31 maart in de winkel en we hebben er gewoon al eentje gekregen. Een hele nieuwe set die er heel anders uitziet. Als je dit vet vindt, druk op die abonneerknop, is gratis. En als je daarop geklikt hebt, druk ook gelijk even op de duimpje omhoog. En laat straks weten in de comments welke kaart uit deze doos jij het vetst vindt. In de Scarlet Elite Trainer Box zit een promo kaart van Koraiden. En wat gelijk opvalt, is dat de gele randen verdwenen zijn. Het zijn nu allemaal grijs-zilveren randen geworden. Lig je lekker te slapen, joh, Koraiden. Oh, gelijk een vet kaartje. Die doen we gelijk in een sleeve. En die zien er zo uit. Ook de energykaarten zijn veranderd. Die hebben diezelfde grijze rand. En er zitten 9 pakjes in deze Elite Trainer Box. Dit is de art van de pakjes. Super cool. We hebben Gyarados. We hebben Koraiden. We hebben uiteraard ook Miraiden. En de starters uit Scarlet & Violet. Laten we deze eerst uitpakken. Oh, trouwens, de kaarttruc is ook veranderd. Je hoeft er nou maar 1 naar voren te doen. Dan heb je gelijk de energykaart en zit je gelijk goed. Eens even kijken welke kaartjes er allemaal in deze set zitten, jongens. We hebben hier Smoliv. Wigglet is er natuurlijk ook bij. Een beetje de meme-Pokémon van de nieuwe generatie. Grievert, die vind ik wel vet. Vind ik een hele coole Pokémon. Ik heb hem niet echt gebruikt in mijn playthroughs, maar ik vond hem wel heel cool eruit zien. Hebben we hier een Meshiff. Ja, een van mijn favorieten. Meshiff en Mabostiff. Ik vind hun super cool, zoals jullie weten. We hebben hier een Vervillion. En die heeft een aanval van 110, die maar 2 energy kost. En het mooie aan Vervillion is dat je in de trading card game gelijk je Scatterbug en je Spoolpa in 1 beurt mag evolueren. Dus je kan in beurt 1 al een Vervillion hebben. Super nice. Best wel een goede kaart voor starters. Dan hebben we hier een Daxbun. Oh, en die is cute. Die is wel een beetje met zijn kont aan het schudden daar zo. Een Torkoal. En dan komen we nu bij de reverse. Dit is de Spoolpa. En hier zie je dat dus. De Adaptive Evolution. Die is echt heel handig. En wat hebben we in het eerste pakje als laatste? Dan hebben we een Seatoddle. Dat is niet waar. Er zitten namelijk tegenwoordig 2 reverses in de pakjes. Dit was nummer 1. Seatoddle was nummer 2. En dan krijgen we nu de laatste kaart. En dat is een Indeedee. Ja, dus er zijn best wel wat dingen veranderd. 1 kaart naar voren en 2 reverses. We hebben hier een Magnemite als eerste kaartje in het tweede pakje. De volgende kaart is Tarantula. Hij moest even scherp stellen, maar daar is die dan. Dan hebben we de Pokémon Catcher. Een Clauncher kaart. Fortress. Vette shiny Pokémon trouwens. Deze helemaal goud in shiny versie. Die is heel cool. We hebben een Rocky helmet. Ah, kijk, we hebben gelijk ook Mabostiff. Oh, die is wel heel boos. Dat is een hele boze Mabostiff. Nou ja, in ieder geval. Ja hoor, Tandemouse is onze eerste reverse. Ook een hele leuke nieuwe Pokémon. De volgende... Oh, wat doen we doen? De Pleppa Toad School. What? Wat een vette kaart. Nummer 201 van de 198. Oh, dit is wel gelijk een heerlijke pool hoor. Deze is cool. Dit is echt een hele mooie kaart. En wat hebben we dan als laatste? Een Muscarada. Ja, maar vooral deze vind ik wel heel nice. Sowieso hou ik onwijs van full art kaart. Het is gewoon... Het is vet. Veel kleurtjes. Leuke eerste goede pool. Pakje nummer 3. Maar aangezien er nu plekken voor 2 reverses zijn, houdt het dan in dat er ook meer kans is op dat soort vette kaartjes? Dat is wat ik me op dit moment heel erg afvraag. We hebben hier in ieder geval Ponyard. Een andere Wigglet kaart. De tweede Wigglet kaart. Die ziet er anders uit. Electric Generator. Oei, Work Trio. Die zouden we kunnen gaan spelen. We hebben de evolutielijn compleet. Een Judge. En de volgende kaart is Alomola. Een reverse. Dan hebben we hier Arboliva reverse. Die kunnen we ook gaan spelen. Oeh, Solar Beam 150. Deze zie ik ook wel zitten. Wat hebben we dan als laatst? Weer Indeedee. What? Oké, misschien dat pakje 4 geluk brengt. 4 is wel mijn geluksgetal. Dus wie weet, wat gaan we hier in dit pakje hebben? We beginnen met Staravia. Best wel cool. Raltzi. Altijd een leuke Pokémon ook wel. Tandemouse, maar dan niet de reverse holo. Pokégear 3.0 item kaart. Sorry, een trainer kaart. Dan hebben we Crocolor. De evolutie natuurlijk van onze vrolijke vriend. Fuecoco! En daarna een Floorguess. Oké, dit voelt wel als een goed pakje, moet ik zeggen hoor. Dit voelt heel goed allemaal. We hebben ook nog een Mucky. Dan de volgende is een Tropius. Dat is dus een reverse. Best wel cool. Dan hebben we hier Zangoose. Ook een reverse. En als... Ja, dit... Nee. Nou ja, Skeledurgy is niet echt een hele goede kaart. Alhoewel, het is wel een goede kaart, maar ik hoopte een beetje op een goede pool. Misschien wel voor in de trading card game. Oké, waar blijven die
EX'en, jongens. Pak je nummer 5. Kom op met deze Elite Trainer Box. We hebben nu in ieder geval een Charcadet. Hij moet ze weer scherp stellen. Dit is wel een vet Pokémon. Dit is wel leuk. Dit is wel leuk. We hebben een Starly. Dan de volgende kaart, Tarantula. Die hebben we volgens mij al wel gezien. Wattrell. Ik ben benieuwd naar hoe die evolutielijn gaat. Een Vitality Band. Toxtricity. Lekker. Mousehold. Volgens mij zit ook weer een ander kaartje. Volgens mij zitten best wel veel Pokémon er gewoon dubbel in met andere art. Anyway, volgende is een Drifblim Reverse. Dan hebben we hier een Bruxish Reverse. En als laatste hebben we een Dondonzo. Toen ik deze box kreeg, heb ik één wedstrijd gehouden. En deze Dondonzo heeft mij gesloopt. Dit is namelijk gewoon een basic Pokémon. Als je die op je bank houdt en 4 energies geeft, dan kan die jou dus met 120 damagen. Dat is een probleem. Goede kaart om in je deck te hebben. Oké, zit hier een EX in? Please, kom op met die goede pools, let's go! Een Energy Surge, Grimer, Bruxish, die hebben we net gezien. Cacnea, volgende Kylo Wattrell, oké, 120... Nou, ik weet niet, misschien wel een aanval van 140. Dat zou wel nice kunnen zijn. Anyway, we gaan door met Greedent, een Crocodile, Silicobra Reverse nummer 1, Scatterbug Reverse nummer 2, en als laatste hebben we nu Armourouge. Oké, ik accepteer het. Maar dan moeten in deze drie pakjes toch wel even wat goed zitten. Come on! Een Basic Energy. Een Krokorokkie. Een Mankey. Nou, we krijgen wel veel verschillende kaarten in ieder geval. Squawkabilly, die hadden we ook nog niet. Geinig kaartje. Capsicat vind ik wel een hele leuke, grappige Pokémon. Krokolor, die hadden we net ook al. Dan nu een Floorgas. Mucky hebben we al gezien. Vivillon in reverse. Een Houndoom in reverse. Oeh, I like this Houndoom. Altijd wel een coole Pokémon. Houndoompie en als laatst King Ambit. Oh my gosh. Je gaat me niet vertellen dat ik geen enkele EX of zo krijg in een Elite Trainer box, toch? Nog 2 pakjes te gaan. Oh nee. Ik was zo blij met deze box. Anyway, we hebben nu een Grievert. Mashef. Spulpa. Meditite, die hadden we nog niet gezien. Die zit lekker inderdaad te mediteren daar. Oude vechtbaas. Een Scovillain. Oké, cool. Die kunnen we dus nu ook spelen. Oh, en deze kan dus 180 HP damage doen als je een Fire Energy hierop gooit. Dat is ook wel sick. Dat klinkt ook best wel goed. We hebben hier Torkoal. Brulumpy. Reverse Pupa, die hadden we al. Reverse Dedenne. En als laatst, Professor Research. Dit gaat toch niet de slechtste Elite Trainer box worden die ik ooit heb gehad? Dat zal toch niet, jongens? Dat zal toch niet? We hebben hier Magnemite. Een Energy Switch. Varoompi, die hadden we nog niet. Clancher dan. Hey, Blissey, onze stal Pokémon. Tatsurigi hebben we hier. Jacques is onze eerste reverse. Onze tweede reverse is Staravia. En de laatste kaart. In deze hele video, een Elite Trainer box. Met geen één goede pool. Kan dat? Is dat mogelijk? Het is mogelijk! Of, nou ja. Het was nog niet de laatste kaart, maar... Het is mogelijk. Ik heb wel deze vette Toadscoop. En ik heb ook deze Build Battle gekregen. En daarin zaten 4 pakjes. En daar zaten wel goede kaarten in. Ik had daar bijvoorbeeld deze Ralts gekregen. Super, super cute. En toch ook wel deze Miraidon EX. Ja, en dat is dan wel nice. Daar is nu deze Toadscoop dus bijgekomen. En deze Promo Coridon. Maar dit was niet zo'n hele goede start van Scarlet en Violet. Laat me weten in de comments. Moet ik het nog een keer gaan proberen? Laat het allemaal weten wat jullie willen. Knallen duimpjes omhoog als je toch genoten hebt van deze video. En dan zie ik jullie allemaal weer bij de volgende. Zo kan het soms ook gaan, jongens. Mazzel!